Nog altijd zijn er te veel Haagse kinderen die last hebben van overgewicht. Diverse instanties, waaronder ADO Den Haag en de maatschappij, spannen zich in om het aantal kinderen met overgewicht terug te brengen door op een ludieke manier informatie te geven over het belang van goede voeding en voldoende beweging. Daarnaast is 2013 het jaar van gezond gewicht en een gezonde leefstijl en dus een mooi moment voor de feestelijke opening van het Leefstijlcentrum Wijs aan de Rubenstraat. Ook ADO Den Haag-spelers Mike van Duinen en Christian Soepusepa waren aanwezig bij deze opening. Ja, dit is wel echt heel speciaal voor die kinderen. Dus, dus goed, goed initiatief in ieder geval. Dus. Ja, denk je dat dit ook nog bijdraagt aan de voetballers voor ADO Jeugd? Ja, ik zag net wel een voetbalveldje, dus wie weet komt er nog wat talent uit voort, maar dat weet ik niet. En hebben jullie zelf ook al een balletje getrapt op het virtuele voetbalveld? Ja, net heel eventjes, maar het was nog best lastig. En de kinderen, kunnen die hier dagelijks terecht? We zijn een programma samen te stellen, maar in principe is dat wel de bedoeling. Als we veel aanmeldingen krijgen, krijgen we veel kinderen die hier dagelijks terecht kunnen. Ja, nu tot de zomer hebben we open middagen om de kinderen wat te stimuleren om te komen. En daarna gaan we naar programma's, waarbij je een onderscheid maakt tussen fitprogramma's, fit en fun noemen we dat. En programma's die gericht zijn op kinderen met overgewicht om ze te laten afvallen. 1 op de 2 Nederlanders is te dik. En in deze wijken hier in Den Haag is 1 op de 3 kinderen te zwaar. En als je te zwaar bent, krijg je niet nu, maar zeker op latere leeftijd heel veel gezondheidsproblemen. Dus dat moet je vroeg aanpakken. Wij vinden het van belang dat kinderen in beweging komen, dat kinderen gezond leven. En daarom zijn wij verschillende partnerships gaan wij aan. Zoals deze en ook met ADO Den Haag in de maatschappij. En hier valt, valt alles mooi samen, omdat spelers van ADO Den Haag hier aanwezig kunnen zijn om als voorbeeldpositie voor de kinderen. En zo hopen we dat wij door dit soort samenwerkingsverbanden aan te gaan een bijdrage kunnen leveren aan gezonde jeugd in Den Haag. En wat wij vooral ook goed vinden aan Wijs is dat niet alleen gekeken wordt naar het extra laten bewegen van de kinderen, maar ook naar aspecten als wat zit daar eventueel achter, psychologische problemen of weten ze wel goed hoe ze met gezond eten om moeten gaan, dus dat er ook een diëtist aanwezig is. En dat het ook een structureel opgezet project is. Dus kinderen komen wekelijks in contact met de mensen die het project uitvoeren.